belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een opmerkelijke situatie gisteren bij een minimarkt in Montagna. Een man kwam gewapend binnen en eiste geld van de eigenaren. Op dat moment waren twee agenten in burger in de winkel en zij probeerden de overval te verijdelen. Daarop schoot de overvaller verschillende keren op de agenten. Daarna wist hij er met een auto vandoor te gaan. De man is nog niet opgepakt. De agenten raakten niet gewond. Parlementariër voor de partij KEM, Michelangelo Martinez, is dit weekend gearresteerd. Hij was aanwezig bij een illegaal feest in de wijk Mahuma. Iets na middernacht wilde de politie het feest tot een einde brengen omdat het illegaal was en doorging na het ingang van de avondklok. Martinez was het daar niet mee eens en er ontstond een discussie tussen de politie en de parlementariër. Dat liep uit de hand en uiteindelijk is Martinez gearresteerd. Na verhoor is hij weer vrijgelaten. Na Qualectra, nossa tuma tempo para ser vivo, ora com mais de cominibo. Llama no centro de cliente, na telefone 0800-035, de aluna para de viernes, for de setor de mente até com setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para já sabra, também por hora. Para escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveite a mesura, põe o documento na cerca, para bichita cerca nos vai mais fácil. Sì, Aqualectra su centro di cliente orta clapa sir vivo na e momento cuta cumini a bo. Nederland en Curaçao hebben een gemeenschappelijk belang om de opvang van ongedocumenteerden op Curaçao te verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties dit weekend gezegd. Zaterdagochtend had ze een bezoek gebracht aan de barakken waar voornamelijk Venezolaanse vluchtelingen worden opgevangen. Van Huffelen bezocht de barakken met de Curaçaose minister-president Guillermo Pic Pisas. De staatssecretaris bekeek de nieuwbouw en sprak met enkele Venezolanen die vastzitten. Pisas fungeerde daarbij als tolk voor de Nederlandse staatssecretaris. De gevangenen hebben een brief overhandigd aan de staatssecretaris waarin ze aandacht vragen voor hun situatie. Minister-president Guillermo Pic Pisas kijkt positief terug op het werkbezoek dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft gebracht aan Curaçao. Zij bezocht ons eiland tussen 10 en 13 februari. Volgens Pisas zijn er tijdens dat bezoek veel belangrijke onderwerpen besproken en is daarmee een goede basis gelegd voor een verdere samenwerking tussen Nederland en Curaçao. Zaterdag gaven Pisas en Van Huffelen gezamenlijk een persconferentie. Namens Access Journaal hadden wij na de persconferentie een uitgebreid interview met mevrouw Van Huffelen. Dit interview is te zien op de Facebookpagina van Extra en ook op de website van onze krant. Parlementariër voor de partij PARC, Quincy Kirigori, gaat niet door met de rechtszaak tegen collega-parlementariër Eduard Braam van de MFK. Braam had eerder in een interview gezegd dat hij had begrepen dat Kirigori misbruik had gemaakt van een minderjarige. Later trok hij die beschuldigingen in en op dat moment heeft Kirigori ook besloten niet door te gaan met de rechtszaak tegen Braam. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper heeft afgelopen weekend verschillende plaatsen op Curaçao bezocht waar illegaal vuilnis wordt gedumpt. Volgens Cooper is dit een groot probleem. Hij bezocht onder meer Dam Preto en ook andere plaatsen bij Sint Joris waar mensen illegaal afval dumpen. Cooper wil dat hier harder tegen wordt opgetreden. Belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.